Dag mensen, vandaag is het 13 augustus en wij zijn op weg naar de campus om mijn dorm gereed te maken. En we hebben er super veel zin in en kijken wat deze dag ons nog brengt. De eerste stap is gezet. Ik heb mijn student ID. Dus nu gaan we kijken voor move-in. Dus we nemen even terug de auto. En dan zijn we terug klaar om te gaan aanpakken. Om de dorm gereed te maken. We zijn net klaar met de huissleutel. We hebben net de huissleutel gekregen. En een t-shirt. Vanavond is het event. Maar ik ben nog niet zeker of ik ga gaan. Ik ken nog geen mensen, dus geen Daarom idee. Is het event. Daarom is het event. Ja, maar toch, het is raar. En nu gaan we naar de dorms om eens te kijken hoe de kamer eruit ziet. Dus, zien jullie zoiets. We zijn net naar de winkel geweest, de Walmart. En we hebben een verschil. Of de Target. En we hebben verschillende dingen meegenomen. Ja. Voor in mijn kamer in te richten. Dus dat gaan we zometeen doen. En dan veel dingen waren niet nodig, maar heeft hem dan toch gekregen. Altijd nodig, altijd nodig. Maar dan gaan we zometeen naar de dorm voor mijn kamer in te richten. Dus stay tuned, tot zometeen. Oh. Ik ben net binnengekomen op mijn kamer. Dit is de living met zeteltjes, frigo en een microgolf. Dan hier hebben we de kamer waar Paken bezig is om alles aan te opruimen. Dat moet ook gebeuren, hè. En dan hier hebben we de spullen die we net zijn gaan kopen in de Target. Voor de kamer wat op te ruimen. Dus zobiet of morgen zou dan normaal gezien wel in orde moeten komen. Hier is het toilet, de douche. En dan hier hebben we de lavabo. Mensen, ik hou jullie allemaal op de hoogte hoe het hier verder verloopt en hoe het er gaat uitzien. Vandaag zijn we dag 2 en Paak en ik hebben net gegolfd bij Topgolf en zijn nu een heerlijke burrito aan het eten als ontbijt met 2 grote Diet Cokes. Refill altijd gratis, dus we hebben er zin in vandaag weer. En vandaag een paar andere dingen doen dan een dorm in gereed te maken. Misschien een beetje trainen, we zien wel. Mensen, we zijn nu aangekomen in mijn kamer, 440B. Hier is mijn naam, Christopher Palmans. Zoals in het Amerikaans. We gaan nu de kamer binnen. En we hebben de kamer vandaag helemaal in orde gemaakt. Dus kijk, dit is mijn kamer dan. Bed, ledstrips, plantjes voor de versiering. Alles tiptop in orde. En ja, vandaag hebben we eigenlijk alles klaargemaakt. Dus ja, dit was het dan voor vandaag. Meneer Palmans en ik aan het roken. Mag niet op deze campus, hè, meneer Palmans? Mag niet. Nee. We zijn net klaar met trainen. Hier op de kleine dingen, oefenfaciliteiten van de campus. Redelijk goed, ziet er goed uit. Ik heb veel goesting om te beginnen. Want het is toch veel beter dan in België volgens mij. Oké, wij gaan terug naar het hotel, denk ik. Even rusten, misschien een klein beetje eten en hou jullie op de hoogte. Dit zijn de oefenfaciliteiten van mijn universiteit. Heel goed om te trainen. Mooie greens, mooi gras. Alles is hier in orde. Hier is het kleine warehouse waar alle oefenfaciliteiten ook binnen staan. Barbecues voor de feestjes. En ja, dit is het dan. Wij zijn net aangekomen in de hotelkamer en ik heb net een douche gepakt. Dus wij gaan eten. Dit is onze hotelkamer, een kleine studio waar wij verblijven totdat wij tot ik in-house. Wat is het gij? Paken is aan het bellen met Maken. Pure liefde. Ja, dit is dan ons bed en dat ding. Dus wij gaan zometeen eten. En dan komen we terug, denk ik. Of ik weet nog niet wat. Paken en ik zijn gearriveerd bij het steekhuis waar we zometeen gaan eten. Dus we houden jullie op de hoogte van het eten dat wij gaan bestellen. Ja, we gaan of vrouwen dat wij gaan bestellen. Ja. Steek bestellen, oké. Goedenavond mensen, we zijn hier in een donker kot beland. Maar gelukkig is er veel wijn en steek.
Ik denk dat we een beetje vergist hebben, want de kaart ziet er redelijk duur uit. Dus we gaan er vandaag niet goedkoop afkomen, maar misschien gaat onze maag wel goed gevuld zijn. Dus dat is het belangrijkste. We houden jullie op de hoogte, want dit gaat een heel spannend avontuur worden. En duur. En heel duur. We hebben steakhouse en we hebben net onze steak gekregen. En onze gigantische frieten. Dus smakelijk allemaal. Ik ben op het toilet. Wat erin moet, moet er ook uit. Dus ja, here we go. Mensen, we hebben net gegeten. En dit is wat er overblijft. Een penis met patatten. Ja, goedenavond. Nu een vlogje van de papa van Christophe. We zijn hier bij, hoe heet dat hier? Chophouse 47 gaat eten. Heel lekker, heel duur. En we moeten er nog eentje helemaal van bekomen, want kijk... Hij moet nog even het seksje laten zakken. Tot de volgende! Goedemorgen mensen, het is dag 3. En Paak en ik gaan golfpolo's kopen, want ben ik thuis vergeten, dus... Het kost hier wat. Het is een duur leven, maar ja, het zal wel opbrengen, hoop ik. We hebben net ontbijt besteld. Pannenkoeken met bacon en ei. Mijn paak heeft, ik weet niet, een omelet. Mijn ontbijt is 1250 calorieën, dus let's go. Het is 12 uur en paak en ik hebben een goed ontbijtje gegeten. Paak is een ontbijtje verder aan het zetten. Top. Met culinair niveau Amerika, we gaan niet voor minder. Paak is een ontbijtje verder aan het zetten met een heerlijke aftersigaret. Ja, niemand rookt hier. Ook vrij elitair bezig, want niemand kan zich dat nog permitteren. Daarnet zijn we naar de Golf Galaxy geweest voor een polo te kopen. En nu normaal zouden we inkopen gaan doen, dus... Even een vraagje aan de topspeler hier, van US Dinges hier. En? Eerste... Eerste dagje. Goed gras, goede greens. Mooi golfbaan precies. Even wennen, maar we hebben er zin in. Kijk, het weer is mooi. Te mooi, want ik ga verbrand worden, zo dit denk ik. Meneer Palmans, yo. We zijn aan het golven. En ik ben hier met mijn, wacht, waar is hem? Daar, mijn Mexicaanse vriend Elias. En dat is mijn roommate. Hier hebben we de mooie, prachtige golf. Dus ja, het verloopt niet zo goed als ik dacht. Ik denk dat het komt omdat ik 2 weken niet heb gegolfd. Maar ik heb nog een paar weken tijd om mij terug in orde te brengen, mijn spel terug op te bouwen. Dus dat moet wel zeker goed komen. Dus subiet maak ik nog wel een paar filmpjes van de golf. Dus. Ciao! De eerste rechte drive. Wow. Op hole 10. De eerste rechte. Ja. Voor het vlogje? Voor de kijkers thuis? Er zijn moeilijkheden vandaag in het spel, maar het lost allemaal op. We zijn nu aan de tweede 9 begonnen, nieuwe kansen. Nieuwe. Ja, het gaat komen deze 9. Goed.
van 5, Mega Drive, bal op de French. Niet slecht voor een beginner. Mensen, wij zijn net klaar met golven. En op de achtergrond een hele mooie regenboog. Want het is toch niet aan het regenen. Ja, het is heel fijn geweest. Goeie golf gespeeld de laatste ronde. Dus ja, we zijn zo weer terug, denk ik, naar het hotel voor wat te gaan eten, te douchen. En ja, tot straks. Wij zijn onderweg naar de pizzeria. Een beetje minder duur dan gisteren waarschijnlijk, maar het zal even goed smaken. Yo! Meneer Palmas en ik hebben net gegeten, maar ben zo stom geweest om het eten niet te filmen. Dus maar het was lekker. De size van de witte wijn. Nee, zo zie je big, ook de witte wijn. Met rietje. Met rietje. Stap wel allemaal. Boxke van de papa. Christophe strijkt naar een kleine Italiaantje. Een beug staat allemaal op. Een klein margaritaatje. Oh. En geen dessertje. Geen dessertje, het is zo'n poervol van. Twee dan. Refills van de cola en een margaritaatje. gaat hier goed, hè, jong? Ja, het is goed. Gaat hier immers dringend morgen een fitness moeten gaan zoeken. Goedenavond iedereen. Bye bye. Vanuit Basilico, wij groeten u. Mensen, het is dag 4 en ik ben een wafel aan het maken als ontbijt. Vandaag staat er oriëntatie op de planning, dus een beetje zin in. Niet te veel, maar komt wel goed. Goedemorgen mensen, we zijn in het sportcentrum. En niet het sportcentrum van Genk, maar wel van hier. En ik heb net mijn pas gekregen van België. Dus ze begint de oriëntatie en dan hou ik jullie op de hoogte. Ik zal zeker nog wat filmpjes maken en komt er goed uit. Ik heb zojuist al mijn papierwerk in orde gemaakt. En nu is het tijd voor een heerlijke Starbucks. Dus ze begint de oriëntatie en dan komt het wel goed. Paak en ik zijn net terug van orientation en... Take 2. Ja. We wisten nog niet waar naartoe was gedaan. Het was zoals een sprookje vandaag. Ja. Er kwam een hete peerdeklas binnen. En ik zei het tegen Elias, ik zei, man, dat is een schoon meisje. En ja, die was in de klas en die was de hele tijd naar mij aan het kijken en aan het lachen. Dus toen werden de klassen opgesplitst en zwaaiden ze naar mij. Ondertussen heeft Palmer alles opgeschreven en alles neergepend wat hij moet doen en weten, hè? Want hij weet weer van niks. Ja, dus toen waren we opgesplitst en op het einde moest ik naar het toilet en ik zag haar. En ik loop door de schoolhal voor haar Snapchat te gaan vragen, maar... 2 meter ervoor word ik toch niet geroepen van secretariaat, omdat meneer Palmans weer dingen aan het prutsen was met mijn visum. Dus... Uw zaken in orde brengen, documentatie die jij niks, nul, zero, nul hebt voor gedaan. Die weet uw voornaam nog niet. Nou ja. Als u vraagt wat uw voornaam is, kunt u het nog niet invullen. Dat was de story van vandaag. En eten, ja. Ik weet niet of er veel gegeten wordt, want... Een baaldag vandaag, papieren, weer onder die mails. En de liefde, baal. Dus, dit invullen, dat invullen, terugsturen, dingen tekenen. Meneer Palmans, we zitten wel al 1 minuut 13 net. Je hebt dat. Stop dat even. Dat niks gedaan in papieren. Paar kan het nog allemaal. Ik ben blij dat ik hierbij ben. Ik heb geen papieren. Hoi, ciao mensen. Dag mensen. Aan alle mooie sprookjes komen een einde. En ja, dit was het laatste deel van mijn vlog. Ik hoop dat jullie er heel hard van genoten hebben om deze vlog te bekijken. Ik heb er wat moeite in gestoken, dus... veel plezier met de komende maanden en we zien elkaar wel in december. Ciao!